Goedendag. Weer vele Nederlanders gaan over twee weken richting de Alpen en de condities zijn bijzonder goed te noemen dit jaar. Al is het nu momenteel wel even tijdelijk wat zachter met regen, maar dit was nog een beeld afgelopen weekend in Mrikse Talen. Veel sneeuw hier op de wintercamping en ja, veel Nederlanders gaan er ook zo meteen weer heen en ja, dan is dit toch ook wel het beeld dat gewenst is. En op de pistes was het dit weekend ook echt grandioos. Hier in Sheffau en Wilde Keizer, het Keizergebergte mooi zichtbaar. En er lag nog mooi sneeuw in de bomen. En ik had me laten vertellen dat de pistes er echt fantastisch bij lagen. Maar ja, er kwam dus zachtere lucht in. En inmiddels is het dus ook aan het regenen in dit gebied. Overigens was het vorige week nog wel aan het sneeuwen. Het leverde dit soort mooie beelden op, zoals hier achter me. En waarschijnlijk gaan we dit soort beelden ook weer krijgen vanaf woensdag. Tenminste, in een deel van Zwitserland en Oostenrijk. Want er komt weer koudere lucht aan en er komt zelfs weer een Noordstouw met sneeuwval. Maar goed, eerst moeten we nog echt even door een zure appel heen bijten, want vanuit het westen komt zachtere lucht nu echt de Alpen binnen. Ik heb hier de temperatuurkaart van 1500 meter hoogte erbij gepakt en dan zien we een bel met warme lucht vanaf de oceaan nu de komende 24 uur de Alpen aandoen. En dan gaat die dit vorstgrens naar 2000 meter en ook sneeuw zou dan pas vanaf 1800 meter kunnen vallen. Maar vanaf woensdag draait de stroming alweer naar het noordwesten tot zelfs het noorden. En ja dan komt weer koudere lucht het Alpengebied binnen. En dan zien we die temperatuur op 1500 meter hoogte als het ware weer kelderen. En met die noordelijke stroming ontstaat dan ook een Noordstouw in Zwitserland en Oostenrijk. En dan kan het dus weer sneeuwen tot in de dalen. Verder zien we komend weekend ja, toch een groot hoge drukgebied opbouwen. Net ten noorden van de Alpen, waardoor het allemaal wat rustiger en droger wordt. En dan wordt het echt wel een weekend met mooie condities, veel zon. En omdat de Alpen nog lange tijd aan de goede kant van het hoge drukgebied liggen, ja, ook vrij koud winterweer. Hoe ziet het er dan in detail uit? Nou, ik begin hier vanaf maandagavond. Dan zien we dat de storing die vandaag nog over Oostenrijk hing, is weggetrokken. Maar we moeten kijken naar deze actieve pluk, die vanuit Frankrijk nu Zwitserland benadert. Daar gaat het de komende 24 uur echt behoorlijk doorregenen tot 2000 meter. Dan moet je echt denken aan hoeveelheden van 100 tot lokaal 150 millimeter. En ja, samen met smeltwater kan dat echt wel voor overlast en lawines ja, veroorzaken. Verder zien we vanaf woensdag dat de stroming ook hier aan de grond toch naar het noorden begint te draaien. En dat zich langzaam een noordstouw begint te ontwikkelen. En vooral donderdag en vrijdag moet de noordkant van de Alpen rekening houden met toch weer opnieuw dus die noordstouw en sneeuwbuien. Verder zien we dat hoge drukgebied opbouwen. Maar eerst bereikt dus koude lucht de Alpen. En vooral vrijdag kan de sneeuw dan weer tot in de dalen vallen. Vooral Oostenrijk komt er goed mee weg. De Franse Alpen, ja, die hebben helaas een beetje pech. Want de, ja, daar valt die regen dus nog eerst. En daar bereikt de Noordstouw niet de Franse Alpen. Dus daar blijft het helaas bij regen. Ook de Italiaanse Alpen houden het relatief droog. Maar goed, komend weekend is het dus overal mooi weer met dat hoge drukgebied. Veel ruimte voor de zon en omdat het, dus ook, ja, omdat het dus helder weer is, kan het tijdens de nacht ook hard afkoelen naar min 10 of zelfs min 20 graden. Aan het eind van deze kaart zien we dan volgende week dat dat hoge drukgebied iets begint in te leveren. En dat er ruimte komt voor een nieuw lage drukgebied hier ten noorden van de Noordzee. En ja, er zijn signalen dat het dan later volgende week opnieuw tot een noordstouw kan komen. En dat er weer opnieuw veel sneeuw onderweg gaat zijn voor de noordkant. Dus ja, tot nu toe verloopt het wintersportseizoen, die nog maar net begonnen is, vrij sneeuwrijk voor die noordkant. Terwijl de zuidkant eigenlijk ook wel wat sneeuw kan gebruiken. Nou, hoe ziet het er verder dan nog in detail uit? Hier de verwachte sneeuwhoeveelheden. Ja, dan zien we toch dat die sneeuwgrens echt eerst nog hoog is. Het voorland, als ook de lagere dalen, ja, die blijven ja, toch wel vrij... Ja, vrij van die sneeuw, daar valt regen, maar vanaf woensdag en donderdag zien we dan toch die hoeveelheden ook in het lagere gebied weer oplopen, en vooral die hele noordkant krijgt dus weer een behoorlijke pak sneeuw erbij. De zuidkant, ja, die houdt het weer opnieuw droger, en in de Franse Alpen valt de sneeuw dus pas vanaf 2000 meter. Kijken we nog meer iets in detail naar vooral Oostenrijk en Zwitserland, als ook de Italiaanse Alpen, ja, dan zien we ook nu weer die hoge sneeuwvalgrens, maar het gaat dus kouder worden vanaf woensdag. En dan zien we die sneeuwhoeveelheden ook in de lager gelegen gebieden hiervoor aan de rand van de Alpen snel oplopen. En dan wordt het gewoon weer wit. Nou, waar moeten we dan rekening mee houden? Nou, eigenlijk aan die noordkant kan zo'n 10 tot 30 centimeter sneeuw vallen tot in de meeste dalen. In Zwitserland valt iets minder, daar blijft het wat droger. En nu zie je ook weer dat die do ja, de Dolomieten en de Italiaanse Alpen als ook Carinthië hiernaast mij ja, toch wat minder bedeeld zijn. Nou, kort samengevat, het is dus eerst nog vrij zacht. Met de regen tot op grote hoogte. Maar die sneeuwvalgrens gaat dus echt zakken laten deze week. En dan kan er dus weer sneeuw vallen tot in alle dalen. Vooral Oostenrijk krijgt het goed voor elkaar met daar dus 10 tot 30 centimeter. Elders valt er in de dalen minder. Of in de Italiaanse Alpen zelfs helemaal niks. Het weekend belooft dan een stuk zonniger en kouder te worden. Hoge drukgebied neemt het over. Koude nachten en overdag dus een mooi zonnetje zoals hier achter me. Kortom, ideaal wintersport weer. Tot de volgende keer.